Ja, ik vind op zo'n keuring vind ik het echt het allermooiste als er een mooie oude kaas hoog scoort. En voor de rest vind ik eigenlijk alle kaas lekker. Ja, dat klinkt heel raar, maar als ik op vakantie ben neem ik nooit zelf mijn eigen kaas mee. Ik wil gewoon overal kaas proeven. In Café De Meester in Zoeterwoude werd donderdag de kaaskeuring rondom Leiden georganiseerd. 78 kazen van verschillende kaasboeren uit de regio werden door gediplomeerde keurmeesters beoordeeld. Wij letten in feite met de keuring op 4 verschillende onderdelen. Eerst bekijken we de buitenkant van de kaas, of die er mooi uitziet. Uiteindelijk zoals we met elkaar hebben afgesproken dat die eruit moet zien. Daarna nemen we een boorsel en dan voelen we hoe de kaas aanvoelt. We willen dat die niet te stug is, maar ook weer niet te zacht is. En eigenlijk een bepaalde smedigheid heeft. Soepel in je mond voelt. Ja, en daarna snijden we hem, proeven die boor, dan snijden we hem door en ruiken we hem. Dan gaan we hem uiteindelijk proeven. Dus hoe smaakt hij? En we gaan hem ruiken. En dat is het belangrijkste onderdeel van de kaas. En tot slot kijken we ook nog even hoe de oogjes er aan de binnenkant uitzien. Een van de keurmeesters werd onlangs wereldkampioen. De officiële titel is Meilleur Fromager Mondiaal. Dat betekent eigenlijk dat ik de beste kaasspecialist ben ter wereld. En ja, daar zit kaasproeven bij. En dat is namelijk blindproeven en het herkennen van kazen. Maar dat is niet alleen. Het is ook de kwaliteit herkennen, maar ook presenteren. Het is snijden van kaas, mooie sculptuur maken, goede presentaties doen. En uiteraard wat theorie vragen. En dat ja, daar schijn ik de beste in te zijn. Dat is wel heel leuk. En wat ga je hier vandaag doen? Ik ga vandaag de boerenleidster traditioneel keuren. Welke het komend jaar weer in de top 5 mogen zitten. Die we mee kunnen nemen naar het buitenland toe. Maar ook in het binnenland gaan meer willen gaan promoten. En daarmee eigenlijk een mooie kaas in de markt kunnen zetten. Ik heb 3 boerenleidsten met sleutels ingeleverd. En wat verwacht je ervan? Ja, altijd hopen dat je bij de beste zit en dat je kazen goed zijn. Waarom is jouw kaas de beste van allemaal? Waarom is de mijne de beste? Ja, dat moet de keurmeesters uitwijzen. Dat daar ga ik niet over. 'S Avonds reikte burgemeester Lisbeth Bloemen de prijzen uit. Sjaak en Karin van Veen uit Zoeterwoude haalden met 99 punten de hoogste score van de avond. Toch mogen ze hun kaas geen boerenkaas noemen. Ja, inderdaad. Wij maken wel rauwmelkse kaas. Maar omdat we de melk aankopen bij de buren, familie Verstegen aan de overkant, dus niet de eigen melkkoeien hebben, mogen we het geen boerenkaas noemen. Maar wordt er een naam aangegeven dat het onder ambachtelijke kaas valt. De familie van der Plas uit Sassenheim won de meeste prijzen. We hebben gewonnen met kruidenkaas, met de, moet ik het goed zeggen hoor? Met de jonge kaas en met tweede prijs met de kleine kaasjes. Met de kleine kaasjes, ja. En ook nog een beeltje? En een beeltje, dat is dan als je voor 2 kazen het meeste aantal punten gehaald hebt. Ja, dus eigenlijk de hoofdwinnaar, ja. Jij bent de jongste kaasmaker uit de regio. Ja, dat is wel heel leuk, ja. Help je ook echt mee op de boerderij? Ja, vandaag ben ik ook de hele dag geweest en dat is wel heel leuk, ja. Wat is er nou leuk aan kaas maken? Nou ja, je ziet, het is gewoon grappig van melk naar kaas. En het is heel lang, maar heel leuk. Welke kaas vind je het lekkerst? Oude. De oude.